Ben je ondernemer? Dan komt er vaak veel op je af. Het begint al bij de start van jouw onderneming en de keuze voor de juiste rechtsvorm. Start je een BV of een eenmanszaak? Welke rechtsvorm is fiscaal het aantrekkelijkst en welke past het beste bij de risico's die op jouw pad komen? Maar ook jouw privésituatie heeft invloed op jouw onderneming. Bijvoorbeeld wanneer je getrouwd bent of gaat samenwerken met een partner. Je wilt dat de basis goed geregeld is, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. In loondienst is er veel voor je geregeld. Als je ziek bent, ontvang je namelijk nog steeds loon via je werkgever of via het UWV. Als ondernemer zal je dit zelf moeten regelen. Je wilt immers wel dat je basisinkomen voor jou en je gezin behouden blijft bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en op je pensioendatum. Wanneer je verder groeit als ondernemer, kom je nieuwe uitdagingen tegen. Je zou bijvoorbeeld samenwerkingen aan kunnen gaan of misschien wil je bedrijven gaan overnemen. Waar moet je dan op letten? Kan je op deze manier in de toekomst doen wat je graag zou willen? En weet jij waar je naartoe wil? Ooit zal er een punt komen waarop je stopt met ondernemen. Bijvoorbeeld omdat je met pensioen gaat of omdat je jouw onderneming wil overdragen of verkopen. Wat moet je nu al regelen voor na jouw bedrijf? En wat kan er verder allemaal op je pad komen? Hoe mooi zou het zijn als je één partij hebt die met je meedenkt en vooruitdenkt in elke fase van jou als ondernemer. Waar je op terug kan vallen, waar en wanneer jij het nodig hebt. Bij Omniac bieden we jou alles onder één dak. Een vast team van specialisten werkt aan jouw vraagstukken. Hierdoor krijg je echt integraal advies, voorkom je dubbele advies- en beheerkosten en houd je overzicht. Wij staan naast je in elke fase van het ondernemerschap. Sterk toch? Bekijk ook onze video over hoe wij ons sterk maken voor werkgevers en ondernemingen.